2 uur 's nachts. Ik ben Melvin, ik ben militair en ik ga vloggen voor Defensie. Bombini, leuk dat jullie kijken. Ik ben Melvin, ik ben militair en ik ga jullie laten zien hoe het leven van een militair eruit ziet. Ik ben momenteel voor een aantal maanden op Curaçao. Het is een fantastisch eiland, zoals je wel kunt zien. Maar dit eerste filmpje gaat even over de voorbereiding hier naartoe en de eerste week op het eiland. Ik ben even druk bezig met het inpakken van mijn tas. En je moet echt super veel spullen mee. Er zijn ook al 4 tassen die kant op. En het lijkt echt of we een half jaar weggaan, maar we gaan maar 4 maanden weg. Dus ik ben vanmiddag nog even de stad in geweest, nog wat laatste dingen gekocht. Even een reisgidsje, een extra zwembroek, wat toiletartikelen, dat soort dingen. Ik heb ook zelf mijn jasje gewassen. En dat ging niet zo goed. Ik ben een pen vergeten, dus ik heb de Nederlandse vlag beklad. Sorry. Normaal doet mijn vriendin dat. En dan krijg je dat soort dingen niet. Verder qua voorbereiding heb ik de kazerne wel een aantal presentaties gehad over wat we daar gaan doen. En ja, maar eigenlijk denk ik dat je er pas echt beeld bij hebt als je er zelf bent. Goedemorgen. Ik ben nu onderweg naar Schiphol met mijn vriendin. We gaan straks vertrekken. Het is nu 5 uur 's ochtends. En dat is echt even wennen naar de vakantie. Zware ogen. Ja. We gaan zo lekker naar Curaçao. Ik zie jullie zo op het vliegveld. We staan in de file in de Schiphol-tunnel. Omdat er controles zijn van de Marche C. Ik hoop dat ik het vliegtuig ga halen. We zijn op Schiphol. Helemaal goed gegaan bij de douane. Onze tassen zijn die kant op. Een half uurtje vertraging. Een broodje gehad, lekker eten. Ik heb er wel zin in. In Nederland regent het alleen maar. Dus we moeten gewoon snel richting de zon. We gaan ook alweer een beetje bleker te worden. Dat kan niet de bedoeling wezen. We zitten in het vliegtuig. Even 10 uurtjes vliegen, even slapen. Even eens kijken en dan kunnen we de lucht. Word ik wakker in Curaçao. We zijn hier geland, een goede vlucht gehad, wel een lange zit. Ik heb echt een houten kont en mijn oren zitten nog dicht. Maar het was op zich wel goed te doen, we kregen ook goed te eten gewoon. Het is onze legering, ja, het ziet er prima uit. Lekker aircootje, internet. Het is nog een beetje rommelig met allemaal spullen, maar dat komt in de loop van de dag wel. Waarom is acclimatiseren nou zo belangrijk? Je moet je voorstellen, het is hier net ietsje warmer als in Nederland. En met name de luchtvochtigheid, die ligt veel hoger, dus je lichaam die moet er gewoon aan wennen. Daarom heeft onze sport een speciaal programma in elkaar gezet met een goede opbouw erin. Zodat we fysiek aan de temperatuur kunnen wennen en het klimaat. Verder worden we deze week een beetje wegwijs gemaakt op het eiland van waar zit wat en wat kun je hier allemaal doen. Leuke dingen. Ja, prima. We zijn even een stukje aan marsen. Het is best wel warm. We hebben nog geen rugzak om, dus wat te doen. Ja, we hebben nog maar 5 kilometer. We hebben het eerste rondje gehad van de 6. Joepie. Wat ook onderdeel is van de acclimatisering, is een zwemtest. Daarvoor zijn we nu nog even aan het oefenen. Want we gaan uiteindelijk ook dingen doen met water. En dan moet je gewoon goed kunnen zwemmen. De eerste week zit erop en de tijd is echt voorbij gevlogen. Veel gedaan, veel gezien van het eiland. Volgende week gaan we op oefening. De eerste oefening hier. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat is in deze hitte. Ik ben nog niet helemaal gewend aan de temperatuur. Ik zweef me nog steeds helemaal dood. Maar het hoort erbij. Het houdt even in de gaten voor mijn volgende filmpje. En dan zie ik jullie de volgende keer.